Mijn naam is Rick van Duin. Ik ben hier vandaag aanwezig op de Waterinfodag 2018. En ik heb vanmorgen een keynote gegeven over IT-beveiliging. En hoe het hebben van een degelijke IT-infrastructuur je eigenlijk kan helpen bij een betere beveiliging. Maar je ook direct helpt om meer te kunnen innoveren, veilig te kunnen innoveren ook vooral. Beter je netwerk te kunnen monitoren en eigenlijk gewoon te zorgen voor een veilig netwerk. Rick van Duin, ethical hacker van Diabyte, onderdeel van KPN. Ik ben ethical hacker van beroep. En dat houdt in dat ik onderzoek doe naar de beveiliging van applicaties, systemen, infrastructuren, hele organisaties zelfs. Maar ook mensen. We doen social engineering aanvallen waarbij we mensen proberen te verleiden om gegevens af te staan. Maar we onderzoeken ook hele infrastructuren om te kijken of het netwerk wel op een degelijke en veilige manier opgebouwd is. Als ethical hacker hou ik mij bezig met het onderzoeken van de beveiliging van systemen. Nee, wat ik heel erg leuk vind aan ethical hacken, om het zo uit te drukken, is dat ik iedere keer weer op een technische manier heel erg uitgedaagd kan worden. Hacken is ook heel creatief. Het is niet alleen puur technisch. Het gaat ook om een bepaalde creativiteit, een bepaalde visie en doorzetten. En je merkt gewoon dat als je blijft doorzetten, blijft proberen, nieuwe dingen blijft leren, dat je steeds gavere projecten kan doen. Je kan steeds mooiere bugs vinden. Misschien nog grotere impact. Dus ik vind dat heel cool. En een ander ding wat ik ook heel belangrijk vind, is eigenlijk samen met onze klanten op zoek gaan naar een oplossing die past voor hen. En dan ook zien dat het ook beter wordt. Dus als ik een jaar later terugkom, dat het beter was dan het vorige jaar. Ik denk dat voor alle industrieën, zo ook de waterindustrie, het noodzakelijk is om een degelijk IT-security te hebben. En om daar ook continu aan te blijven werken. Misschien nog een belangrijkste tip die ik daarbij kan geven is, als het niet in één keer een heel groot project kan, zorg dat je klein begint en blijft verbeteren. Liever vandaag een heel klein beetje beter dan over 3 jaar een megaproject afgerond is.